Hoe komt het dat Nederland langzaam wegzakt? Dit is de Universiteit van Nederland. IJs is een van de belangrijkste spelers in de verandering van de zeespiegel. Maar hoe weten we nu of ijs smelt of dat bijvoorbeeld de bodem beweegt? Dat kunnen we met één meting niet zeggen. Als we namelijk met een bepaalde meting waarnemen dat een ijsniveau op Antarctica daalt, wil dat nog niet zeggen dat dat ijs is afgesmolten. Het kan namelijk ook zijn, en daar gaat dit college over, dat ook de bodem beweegt. En dat zullen we rekenschap moeten brengen. In principe kan je uit één meting, zoals u hier zag, kan je niet iets absoluuts afleiden over wat er nou eigenlijk gebeurd is. En dat is heel erg van belang, want we willen natuurlijk weten of we klaar moeten zijn voor een sterke zeespiegelstijging ten gevolge van landijsafsmelt, of dat het bijvoorbeeld komt door allerlei andere oorzaken. Als u in het volgende plaatje even met mij meekijkt, dan ziet u dat landijs, omdat het zo'n gigantische massa is, en zeker zo'n 20.000 jaar geleden tijdens de laatste ijstijd, lag er echt gigantisch veel ijs op de poolkappen. Iets van 2,5 à 3 keer zoveel dan dat er nu ligt. Dat is zo'n enorme massa. En ten tijde van het maximum van de laatste ijstijd bereikte dat een hoogte van iets van 3,5 à 4 kilometer in het centrum. Moet u zich even voorstellen, zo'n hele ijskap lag boven Canada met een maximum van iets van 4 kilometer. Dat is net zoiets als dat je van hier tot Moskou gaat en tussen hier en Moskou ligt een ijslaag van 4 kilometer hoog. Dat is gigantisch groot. En niet alleen van hier tot Moskou, maar ook nog eens een keertje in het centrum. Als je dat even, die situatie bij Canada, in de geest brengt, dan heeft hij enigszins een idee van hoe enorm die massa's zijn. Dus die ijsmassa's die drukken op het land en die drukken het land ook werkelijk in. En dat is behoorlijk groot. Op het maximum is dat iets van 1 à 1,5 kilometer geweest. Zover is het land onder het centrum van die ijsmassa's ingedrukt. En dat gold ook voor het noorden van Europa. Met name Zweden en Finland rond de Botnische Golf werden helemaal ingedrukt. Smelt nu dat ijs, dan komt die bodem weer omhoog. De laatste ijstijd zag er zo uit, voor het noorden van Europa. En wat we zien is dat die laatste ijstijd, dat die maar tot het centrum of het midden van Denemarken kwam. Die kwam niet tot Nederland. Veel mensen denken dat die laatste ijstijd, dat het ijs daarvan wel tot het midden van Nederland doordrong. Want we hebben tenslotte toch die Veluwse rug en we hebben al die rolkeien die we in Drenthe vinden, waarvan we op school hebben geleerd dat het allemaal komt door de ijstijden. Maar dat was de voorlaatste ijstijd, niet de laatste. En de voorlaatste ijstijd die eindigde zo'n 100.000 jaar geleden. Dus ten tijde van de laatste ijstijd reikte het ijs niet tot in Nederland. En dat is eigenlijk heel erg jammer, want daar ondervinden we nu de gevolgen van. Omdat als we het vorige plaatje nog even in beeld heeft, dan merkt u dat aan de zijkanten van waar dat ijs lag, de bodem juist omhoog gedrukt werd. En daar lag Nederland. Als dat ijs verdwijnt, dan gaat aan die zijkanten juist bodemdaling optreden. Dus inderdaad, Nederland is nu aan het dalen ten gevolge van die laatste ijstijd. En dat is niet leuk. Want dit zorgt ervoor dat we een extra zeespiegelstijging te verduren krijgen. Omdat ook, zoals u net zag met dit voorbeeldje, als het land gaat dalen en de zeespiegel stijgt, dan krijgen we eigenlijk, nou niet het dubbele, maar wel een versterking daarvan. Ten tijde van de voorlaatste ijstijd, dat is misschien ook wel aardig om dat even te laten zien in het volgende plaatje, werd wel zo'n beetje de loop van de grote rivieren gevormd. Inderdaad is die loop van die grote rivieren, misschien heeft u zich dat wel eens afgevraagd, waarom komen die allemaal zo recht uit Duitsland en gaan ze juist in het midden van Nederland naar die Noordzee toe? Nou, dat heeft voor een heel groot gedeelte te maken met die voorlaatste ijstijd, waarbij het land tot aan het midden van Nederland kwam. En die rivieren zijn eigenlijk afvoerkanalen geweest van het smeltwater toentertijd. Nu
kan u zijn opgevallen dat ik het alleen maar heb over landijs en dat ik het niet heb over drijvend ijs. En over drijvend ijs hoeven we eigenlijk ons geen zorgen te maken als dat afsmelt, want dat doet helemaal niks met de zeespiegel. En daar kunt u een heel eenvoudig proefje thuis mee doen. Ik ga het ook hier doen. Als u namelijk een glas heeft met water en het duwt daar een aantal klontjes in, wellicht zien de mensen hier op de voorkant dat hier een streepje staat. En ik vul dat verder met ijs totdat het aan het andere streepje komt. En dit is eigenlijk representatief voor wat er gebeurt als er ijs afsmelt, bijvoorbeeld op Antarctica of op Groenland. Nou, nog eentje erbij. Dan ziet u dat het waterpeil in het glas, oftewel de zeespiegel, stijgt. Maar wachten we nu een tijdje, dan zult u zien dat als dat ijs is gesmolten, dat het peil in het glas niet meer veranderd is. Oftewel, drijvend ijs, dus de wet van Archimedes, misschien herkent u dat nog van de middelbare school. Drijvend ijs, daar hoeven we ons geen zorgen over te maken. Het gaat om landijs wat afsmelt. Maar hoe weten we nu of er inderdaad landijs afgesmolten is? En niet dat daar onder Antarctica bijvoorbeeld, waar vroeger veel meer ijs lag, dat er ook niet een beetje die bodem verticaal aan het bewegen is. Dan moeten we dus een extra meting doen. Dan is het niet genoeg, net als met het meten van de zeespiegelverandering met behulp van satellieten, waarbij je alleen maar de lengte van de satelliet tot aan het oppervlak van het water meet, dan hebben we daar niet genoeg aan als we dat hetzelfde voor het ijs zouden doen. Dus alleen maar de afstand meten van ijs, oppervlak, tot aan satelliet. En als dat verandert, daaruit afleiden dat er dan ijs of gesmolten is of is aangegroeid. Dan kunnen we weer gebruik maken van die zwaartekracht. Want er zijn ook zwaartekrachtssatellieten die om ons heen draaien. En die kunnen heel nauwkeurig, echt ontzettend nauwkeurig, tot op afstanden of resoluties, zoals dat heet, van enkele honderden kilometers, nauwkeurig meten hoeveel massa er verandert op het aardoppervlak. En als we die twee gaan combineren, hoogteverandering en massaverandering, dan kunnen we in principe wel een uitspraak doen of er nu ijs is afgesmolten of dat de bodem heeft bewogen. En daarvoor hebben we een heel eenvoudig proefje bedacht. Echt super simpel. Stelt u zich voor dat dit even ijsmassa is, het is water, gesmolten ijs, en dit is gewoon zand. En als we nu met dit bekerglas eenzelfde hoeveelheid van het ene bakje wegen en van het andere bakje, nou u voelt hem waarschijnlijk wel al aankomen, dan zullen we iets anders vinden met die weegschaal. Omdat in het algemeen, als u een emmer vult met water of u vult een emmer met zand, dan weet u echt wel dat de emmer met zand zwaarder weegt dan die emmer met water. Maar laat ik het proefje maar even doen. Dus ik neem, nou, ik moet het echt nauwkeurig op dezelfde hoogte vullen natuurlijk. Ik neem een vol bakje. Wat representatief is voor, laten we zeggen, dat we met een hoogteverandering, met een satelliet, dat we deze hoogteverandering hebben gemeten. Laten we even aannemen dat het helemaal geen ijsmassaverandering is, maar dat de bodem bijvoorbeeld is gezakt of gestegen. Dan kunnen we meten met deze weegschaal hoeveel dat is. Nou, dat blijkt ongeveer 600 gram te zijn. Het is een beetje nat zand. Als het droog zand zou zijn geweest, zou het veel meer zijn geweest. Maar het is erg moeilijk vandaag om aan droog zand te komen. Zoals u wellicht begrijpt. Maar het is 600 gram ongeveer. Als ik nu ditzelfde bekerglas goed schoonmaak met water vul, echt helemaal tot aan de top, zodat ik exact dezelfde hoeveelheid, in dit geval ijs afsmelt heb, en we wegen dat, dan zien we, en de mensen hier voorin is het misschien duidelijk, dat dat iets minder is, ongeveer 500 gram. Dus door de zwaartekracht te bepalen, in feite bepalen we daarmee de massa en de zwaartekrachtverandering, dus een massaverandering, kunnen we een vrij unieke uitspraak doen over, is het nu, tenminste als we de hoeveelheid weten, is het nu water of ijs wat veranderd is in een bepaalde kolom die we gemeten hebben? Of is het juist bodem, zand,
korstmateriaal van de vaste aarde. In de praktijk blijkt dat wat ingewikkelder te zijn. Maar laat ik u allereerst eens wat een voorbeeldje zien van wat werkelijk gemeten is. En dat ziet u. Dus ik had het al over een zwaartekrachtsatelliet. Dit is een mooi voorbeeld van zo'n zwaartekrachtsatelliet. De Goetje-satelliet. Een heel succesvolle satelliet van de Europese Ruimtevaartorganisatie. Waar de TU Delft driftig aan meegewerkt heeft. En met deze satelliet is heel nauwkeurig het zwaartekrachtsveld in beeld gebracht. Maar er zijn meer van dit soort satellieten. En een nog steeds werkende, de GRACE-satelliet. Dat is een Amerikaans-Duitse satelliet. En het linker plaatje wat u ziet is een opname die gemaakt is. Of in ieder geval observaties die gemaakt zijn. Waarbij je hier ziet wat de massaverandering is. En ik moet nu heel erg op mijn woorden letten en heel nauwkeurig zeggen wat er gemeten is. Ik ga hier niet zeggen dat hier ijsmassaverandering is plaatsgevonden. Nee, er is massaverandering gemeten. En wat u ziet in dat linkerplaatje is de ijsmassaverandering over een bepaalde tijd, ik meen iets van 5-6 jaar, gemiddeld genomen. En wat blauw is, wil zeggen dat er massa minder is. En ziet u rood, ik hoop dat u ziet dat dat Antarctica is. En als u rood ziet, dan is er massa toename, heeft er plaatsgevonden. En u ziet in dat linker plaatje dat met name voor het westen van Antarctica, de West-Antarctische ijsmassa, dat daar behoorlijk veel veranderd is. Maar niet in één richting. Je ziet hier niet dat bijvoorbeeld het massa uniform is toegenomen. Nee, je ziet duidelijk centers, massa, concentraties, die zijn toegenomen met name bij de punt linksboven van Antarctica. En je ziet het ook een beetje daaronder, maar als je helemaal onder die maximum van dat rode vlekje kijkt, dan ziet u daar, dat is Ross Ijsschelf, dan ziet u daar dat de massa negatief is. Nogmaals, je kunt hier niet direct uit afleiden dat dit ijsmassaveranderingen zijn. Wel dat het massaveranderingen zijn. Als u nou naar het rechterplaatje kijkt, dat is een pure meting met een andere satelliet, vergelijkbaar met die waarbij je de absolute hoogte van het zeeoppervlak kunt meten. Dan zie je daar de hoogteveranderingen over het afgelopen ook weer 5 à 6 jaar. Er is heel veel tijd en moeite besteed om dezelfde kwaliteit te krijgen in deze data. Met kwaliteit bedoel ik dat wetenschappers filtering hebben toegepast en allerlei andere zaken die daarbij komen. Omdat een zwaartekrachtsatelliet wezenlijk wat anders werkt en andere producten geeft dan een satelliet die de hoogte meet. Maar je ziet daar wel duidelijk een soort vergelijkbaar patroon uitkomen. Er zijn, als u wat nauwkeuriger zou kijken, zijn er wel degelijk wel verschillen. Nou zou u zeggen van, nou dat is mooi, dan weten we uniek of er nu massa is afgesmolten of dat het bodemdaling is. En laat u maar zien, meneer Vermeers, wat nou het resultaat is. Dat kan ik niet. Want er is namelijk veel meer aan de hand. Onder andere zijn die hoogtemetingen ontzettend afhankelijk van of je oude sneeuw hebt, compact ijs, hele verse sneeuw, fern. En ook dat moet je in rekenschap brengen. En dat is niet wat wetenschappers van tevoren wisten, dat is wat je aldoende gewoon leert door de metingen te doen. Dus op basis van alleen het combineren van massa en hoogte, dus van dit en van dat, zou je in principe uniek in staat moeten zijn om een scheiding te maken. Is het ijs wat verdwijnt of is het de bodem die zakt? Maar dat kunnen we op dit moment, beginnen we steeds beter te kunnen, maar nog niet helemaal. Dus ik heb laten zien in dit college hoe belangrijk ijs en water zijn. Maar ik heb dat alleen maar laten zien voor de aarde. En ik denk dat u hier ook gekomen bent om iets van andere planeten te zien. Ten slotte ben ik benoemd tot hoogleraar in de planetaire exploratie. Dus in het volgende college gaan we kijken hoe het zit op de maan. Was daar ooit water op de maan? En als daar water was, was daar misschien ook wel leven. En dat ga ik in het volgende college behandelen.